Ja, iedereen kent Glowell, het jaarlijkse lichtspectakel in Eindhoven. Trok vorig jaar bijna 1 miljoen mensen. Nou, dit jaar gaat dat zeker niet zo groots door. Maar liefhebbers van lichtkunst die kunnen vanaf morgen naar Motion. Kijk om je heen hier. Eindhoven heeft weer wat nieuws. En hoe kan het ook anders in de lichtstad? Het gaat over licht en beleving. Als je binnenkomt, staat er een replica van de Witte Dame, zoals die te zien was tijdens Glow. Maar je kan ook letterlijk baden in het licht. Of door je bewegingen het licht beïnvloeden. We vinden het heel leuk om met Glow vergeleken te worden. Maar we zijn natuurlijk totaal iets anders. Want wij willen op onze eigen manier laten zien wat er met techniek en licht en projecties mogelijk is. Het is de bedoeling dat je hier, als je rondloopt, belevingen hebt die je anders niet zou kunnen hebben. Je ziet dingen die je alleen maar kan fantaseren. Je ziet dingen die je misschien wel eens in je dromen ziet, maar niet in het echt. Maar hier wel. Nou, we zijn bijvoorbeeld hier zo, hebben we een paar foto's gemaakt en toen heb ik een paar keer zo gestaan en zo. En dat was echt superleuk. Je mag er dus onderdompelen. In plaats van dat je ergens naar kijkt, mag je ergens onderdeel van zijn en kun je ergens instaan of iets gebruiken of iets doen of iets bedienen. Ja, ze noemden het ook wel een soort van, er zit een aura om je heen, dus dat was echt wel super grappig. En toen zag ik de foto's, echt heel vet.